Ja, goedendag, we spreken met Jan Mestag. Ik zit met een beetje een vreemd probleem. Heb jij een momentje voor mij? Jazeker. Ja, het gaat over mijn vrouw Annemie. Je gaat ze kennen, ze komt regelmatig bij u plantjeshalen en bloemenkezalen. Met lang rood haar. Ja, wij zien zoveel mensen niks gezeten. Ja, maar als je ze ziet, ben ik er zeker van dat je ze kent. Want ze komt thuis met zoveel plantjes, echt, ze is er zot en onnozel van. Ja. Ze is er altijd mee bezig. Ze praat er zelfs tegen haar plantjes. Ja. Is dat normaal? Zijn er nog mensen die dat doen, zo praten? Ja, ik denk het wel, ja. Ja? Ah, voilà, ja. Nu, ze doet dat regelmatig. Goh, en ik vind dat eigenlijk grappig. En dat is het probleem. Wat heb ik gedaan? En nu ga ik het u uitleggen. Ik heb met mijn gsm een filmpje gemaakt van hoe dat zij bezig was tegen haar plantjes. En ik heb dat op Facebook gezet. Ik had dat nooit mogen doen. Want nu, met al haar vriendinnen, die verklaren haar als zot en aan een ozel. En ik voel me nu een beetje schuldig. En ik had gedacht, misschien als jij een keer zou kunnen zeggen tegen haar dat er nog mensen zijn die dat doen en dat je dat zelf ook doet, de meest opgelost. Dan is ze teruggekalmeerd, zie je? Ja. Goh, ik ga ze een keer doorgeven, want ze is hier in de buurt. Skontje, hè. Annemieke, ja? van de plantjes aan de lijn. Ah ja, die komen. Okay. Hallo? Ja, dag mevrouw. Ah, dag meneer. Het is Annemie, hè. Zeg maar Annemie. Heeft hem het uitgelegd? Ja. Wat dat hem uitgestoken heeft. En jij doet dat ook tegen de plantjes en de bloemenbabbel? Ja, waarom niet? Ja. Hé, hey, wat sukkelaarke. Oei, we gaan het water hebben. Ah. Nee? Ik ga je moeten verzorgen, want anders gaat het niet meer doorgeraakt. Ah, ja. Dat wordt ook regelmatig gedaan. Ja. Waarom praten mensen tegen een hond? Ja. Je kunt zowel tegen een plantje praten, omdat het ik. Als je daar goed bij voelt, dat vind ik ideaal. Ah ja. Ja, wel. Ja, dus mensen die tegen de muren spreken, om te zeggen. Of zeg ik kwaad, maar tegen de muur. Dat vind ik juist hetzelfde. Ik heb dat soms vaak met mijn cactussen. Dan babbel ik daar een beetje tegen, want die doen zich... Allee, of ik doe mij pijn aan hun. Hè? Ja. En dan zeg ik, oeh, stuitrikske. Voilà. Ja, en ik zie dan dat die daarvan opfleuren of zo. En bonsai, heb jij die bonsai staan? Bonsaiboompjes, heb jij dat? Bonsai, nee. Ik heb wel al gemerkt, maar dat moet ik dan een keer aan iemand anders vragen misschien. Dat gelijk als je er wat betuttelend tegen doet, zo eigenlijk, klein schatje, dat ze dat niet graag hebben. Omdat, het zijn wel kleintjes, maar eigenlijk... Ze worden klein gehouden, hè. Ja, iedereen zegt bonsaike, maar dat is eigenlijk een volwassene, hè. Dat is een volwassene die niet behandeld is, hè. Ja, dat is gelijk dat je tegen een dwerg zou zeggen, hè. Allee, manneke, moet een lekstokje hebben. Allee, dat doet ook niet, hè. Voilà. Nee. Ja. Ik heb nog één probleempje. Ik heb hier een yucca staan, hè. En vetplant, daar heb ik niet anders dan problemen mee. En hij begint nu zo wat bruin te worden. Ik weet niet hoe dat komt. Heb je daar enig idee van? Ik heb echt al alles geprobeerd. Ik heb zelfs al muziek geprobeerd. Een yucca. Ja, dat is zo, die vetplanten, dat is nogal, die hebben veel complexen, hè, blijkbaar. Zou jij dat zien zitten om daar iets tegen te zeggen, tegen die yucca? Misschien dat hij naar u beter luistert of zo, als je even zegt van... Nee. Het is de invloed van de natuur. Dus oké. Het licht en de warmte beïnvloeden. Kijk meneer, ik heb wel hier juist een beetje tegen hem gehouden en hij hoort licht en warmte. Ik zie hem opfleuren. Volgens mij gaat dat helpen. Ik ben blij dat ik iemand vind die mij begrijpt, meneer. Dat is echt super. Nee. Ik vind dat ongelooflijk. Oké, merci hè, meneer. Dag. Goeiedag, dag. Die mensen moeten echt denken, die Katerenza is zo zot als achter de... Maar dat is toch sympathiek? Alleen, wat is het verschil of dat je nu tegen een hond roept of tegen een plant? Kom! Ah ja, dat is...